Ik stel voor om toch te starten. De techniek laat ons even in de steek. Misschien wel illustratief voor een dossier hierin. Hartelijk dank voor uw komst en even van harte welkom. Ik wil graag u op de hoogte brengen van het standpunt van de gemeente rondom het dossier Breedband, zoals die is ingezet en waar we nu staan. We hadden een presentatie. Ik heb even gevraagd aan de collega om dat uit te printen. U krijgt zo even een kopie. Dan kunnen we de diepte daarin met elkaar doornemen. Ik ga zo meteen de presentatie even doorlopen hoe wij komen tot een besluit. Maar vanuit het college, dan ga ik u het negatieve nieuws als eerste vertellen. Hebben wij gemeend te moeten stoppen in het coöperatieve model en vraagbundelingsactie, zoals die nu samen door optimatie is ingezet en uitgerold. Het college is van mening dat tot nu toe vraagbundeling een teleurstellende deelname heeft laten zien van 10%. Daar waren we nodig de 55% voor nodig. Hebben in de afgelopen maanden hebben we gekeken of tijd te keren is. En wij hebben gemerkt en wij zijn ervan overtuigd dat we op een verkeerde koers waren. En dat is dan ook de reden waarom wij hiermee willen stoppen. Dat is eerst een besluit wat ik u wil vertellen. Die ik namens het college ook ga overbrengen aan de raad. Dat kan ik niet doen zonder u allen hartelijk te danken voor uw inzet en de vrijwilligers, de ambassadeurs, de ondernemers, iedereen die zijn of haar best heeft gedaan om dit een succes te maken. De mensen van Optima's, naast me zit de voorzitter van het beoogd interimbestuur. Iedereen heeft op zijn eigen manier zijn best gedaan. Mijn voorgangers, het college. Maar ik zie daar geen hel meer in. En misschien is het goed dat ik u even kort vertel hoe we tot die conclusie zijn gekomen. En dat ik afsluit, maar wat dan wel. Maar ik vind het wel netjes om u even te onderbouwen. Kijk even zo nu en dan wat er op de sheet staat, als het nodig is. Maar moet je zo voorhouden? In eerste instantie ben ik in eind april benoemd als wethouder. Een aantal dossiers onder mijn hoede, waaronder een breedband dossier, die toen eigenlijk al een rijdende trein was van die baas. Ik heb aangegeven dat ik de diepte in wil kijken waar we staan. U heeft ongetwijfeld meegekregen, zeker omdat u dicht bij het vuur zat, dat het dossier al wat deuken had opgelopen. Dat de vraagbundeling eind december vorig jaar verlengd was, dat er weinig perspectief bood, de aanmeldingen die we toen hadden. Het is verlengd naar 1 april van dit jaar. En ook het college had er toen nog behoorlijk wat kritische vragen gekregen van de raad. Goed. Waar bent u mee bezig? Kunt u vertellen wat de status is en wat heeft het gekost? In mijn eerste maand als wethouder ben ik de diepte ingegaan. En als voornaamste vond ik het van belang te weten. Ja, wat hebben we uitgegeven? Waar hebben we het aan uitgegeven? Kunnen we dat goed verantwoorden? Dat heb ik eigenlijk mij ook teruggekoppeld aan de raad. En de raad gezegd van goed, het is teleurstellend, die 10%. Maar er zijn initiatieven voor een plan B en ik wil dat graag onderzoeken en op haalbaarheid. Dus, daar heb ik in ieder geval de instemming van de raad mee gekregen en ben daar in juni mee gestart. In juni ben ik gestart, de eerste gesprekken gevoerd, toen ook met een beoogd interimbestuur, wat de ideeën waren. In de maand juli hebben we zelf een vakantie gehad en hebben we heel weinig gedaan aan het dossier. In augustus is de draad weer opgepakt en in september geconcludeerd van dit gaat hem niet worden. Die 10% en in de periode van 1 januari van dit jaar tot aan 1 april
gezien wat er mondjesmaat bij is gekomen, hebben we zelf ook wel de berekening gemaakt, als het in dit tempo doorgaat, hoe lang gaat het duren voordat we een succes kunnen boeken. Dat is het dossier rondom het coöperatieve model van de Optima's. Wat hebben we daarnaast als college parallel daaraan wel hel ingezien? We hebben een aantal initiatieven onderzocht, elders in Brabant, maar ook in de landen, en gekeken of daar meer kans op zagen is. Daar wil ik straks in het tweede gedeelte over vertellen, want dan leg ik ook voor aan de Raad om toch wel door te gaan met het realiseren van de breedbandvoorziening, maar wij kiezen ervoor om het andere AVRI-route te hanteren en denken hierbij niet op het goede spoor te zetten. Ik vind het niet meer en met mij, zowel de directeur van Optima's als de heer De Bruin, vanzelfsprekend dat u als eerste dit rechtstreeks hoort. We hebben agenda technisch hebben wij de pers voor uw komst gesproken. We hebben hem verzocht om niet eerder dan 8:45 hierover te communiceren, te twitteren of whatever, zodat we ook uw gevoelens en gedachten eerst met u kunnen delen. Dat is even in de notendop het besluit. De teleurstelling zit aan de ene kant ook natuurlijk bij het college. Het college heeft zich echt geleverd. Goed, hebben wij voldoende energie om dit een succes te maken? Ja, we bruisen van de energie. Maar we hebben wel de overtuiging dat dit niet de juiste weg is, de juiste koers. Dus laten we kracht bundelen en energie inzetten op een haalbaar resultaat. En dat is wat wij besloten hebben. En begin september ook al het gevoel hadden van ja, dit moeten we rap anders doen. Overigens, uw werk, en van Optima's en van het college, het vorige college, heeft er wel toe geresulteerd dat heel veel data is verzameld. En dat is ook niet onopgemerkt gebleven bij de provincie. Ik ben uitgenodigd om met de provincie aan tafel te gaan. En wij zijn ook gevraagd om bij regio West-Brabant samen met 3 andere gemeenten in een koploperspositie deel te nemen. En die koploperspositie zijn met 3 andere gemeenten waarin, als wij er goed in zagen met een goed plan, daar heel regio West-Brabant mee gaan vertegenwoordigen. Het is dus een andere aanpak dan als kleine Aalburg in je eentje, waarin je de hulp zoekt van financierders of initiatiefnemers die zeggen, wij zien daar brood in. Ik denk dat dat een veiligere koers is. Te meer omdat daarin ook de steun van de provincie nadrukkelijk aanwezig is. Niet alleen in het ontwikkelen, maar ook in een stuk voor financiering met zijn renoveren. Dat maakt het voor de gemeente Aalburg ook minder riskant om zo'n weg te bewandelen. Aan de andere kant is uit mijn beperkte analyse tot nu toe, want ik wil, zoals ik gezegd heb, een enquête wel uitzetten van waar hebben we het laten liggen en wat kunnen we in het vervolg beter doen. Ik wil gebruik maken met de kennis die u ook net etaleert, meneer Medeveen, van ja, ergens hebben wij gedacht het wel goed te weten wat er goed is voor onze inwoners en ondernemers. En hebben wij dat wel op een andere manier over het voetlicht gebracht, waardoor zij nut en noodzaak anders hebben ervaren en hebben geïnterpreteerd dan wat wij beoogden. Marketingmix die ik nu hanteer is om te zeggen van goed, u als consument wilt misschien iets en u heeft er een bepaalde prijs voor over. En dat is een andere berekeningssystematiek dan vanuit het aanbod gericht te gaan denken van wij kunnen een vraagbundeling doen en dan kunnen wij u iets moois aanbieden tegen zo'n tarief. Wat ik ook in het vervolgtraject heel nadrukkelijk meegeef, is dat we het niet hebben over het verglazen of glasvezel, maar het hebben over een breedbandvoorziening. Omdat uit mijn analyse, als ik kijk naar de kernen, naar onze bedrijventerreinen en onze buitengebieden, kom ik tot de conclusie dat er per gebied of deelgebied misschien een andere, eenvoudigere oplossing ook
al een stap de goede richting is. En dat er bij andere gebieden een hele andere aanpak nodig is. We hebben één model bedacht, geldt voor heel Aalburg. En het blijkt in praktijk dat de behoefte heel divers is. Dan kunnen wij blijven duwen vanuit onze filosofie, dit is goed voor u. We kunnen kijken van wat is de vraag en hoe kunnen we zorgen dat die vraag veel beter aansluit op datgene wat we kunnen ontwikkelen. Nou, even terug naar regio West-Brabant. We hebben 4 gemeenten, waarvan de 3 andere gemeenten, de gemeente Woensdrecht, de gemeente Rupfen en de gemeente Etten-Leur is. Wij zijn gevraagd om met z'n vieren die business case te gaan ontwikkelen en kijken wat wij voor regio West-Brabant kunnen betekenen daarin. Ik was een uitgelezen kans voor Aalburg, zonder hier een verkooppraatje te willen doen, want daar wil ik wel juist van af. Er zijn verwachtingen gecreëerd, er is iets geschetst wat ik niet waar ga kunnen maken en zeker niet in de korte tijdsbestek. Ik wil een plan kunnen voorleggen aan mijn raad en aan u allen, wat ik wel kan realiseren en wat acceptabel is, wat ik ook financieel kan verantwoorden en waar ik ook de steun heb van andere instanties en deelnemers. Dat plan is om in die 4 gemeenten pilots te starten. Pilots hier en in die 3 andere gemeenten, waarin we ook de steun van de provincie kunnen rekenen. En daar wil ik mijn energie en tijd in gaan steken en gaan kijken van wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Ik wil daar ook helemaal niet lang mee wachten. Sterker nog, ik heb een eerste gesprek gehad met alle gemeenten in de regio West-Brabant en die plannen ook aan hun voorgelegd. Van daaruit zijn we ook benaderd en gevraagd om die kaart te willen trekken. Waar gaat dat concreet toe leiden? Wij hebben binnenkort de eerste bespreking, want ook alle aanbieders worden weer uitgenodigd om aan tafel te komen. Alle aanbieders worden nu uitgenodigd door die 4 gemeenten die in heel regio West-Brabant vertegenwoordigen. Dus het gaat over een aanbod van veel meer inwoners, een veel groter gebied, waar wij ook wat steviger en sterker voor de dag komen als Aalburgers. Dat is even in de notendop een gedachtegoed bij het vervolgproject.